We zijn hier bij Koper Bolbloemen in Grochel. We maken bloembollen op pot. Voornamelijk narcissen, tadatat, maar ook hyacinten, muscaris, witte en blauwe, galantussen, erantussen, krokussen en nog een hele hoop andere soorten. Wij runnen dit bedrijf met z'n drieën. Mijn vrouw, mijn dochter en ik. Mijn vrouw die doet nog de meeste administratie. En mijn dochter en ik die doen de teeltechnische kanten en de opkweek van de bol op pot. En we doen dit vol overgave en passie om een mooi en goed product te kweken. Ja, ons grootste product is dan tête-à-tête. Daar hebben we 5 potmaten van. We hebben deze gisteren uitgezet in de kas. Die zijn geel als ze in de kas komen. En na een paar dagen zijn ze groen. Ze krijgen flink water. En als ze dan goed gegroeid zijn en goed groen gekleurd zijn, zijn ze klaar om naar de veiling te gaan. Ons tweede gewas, dat is hyacinthe. De 12 centimeter mengen wij op met 3 kleuren per tree. De 7 centimeter doen we dan met 6 kleuren. Dat is uniek in onze branche. We zijn de enigste die 6 kleuren in de tree zetten. Van iedere kleur evenveel stuk, zodat de klant ook altijd 4 witte heeft, 4 roze, 4 rode, 4 blauwe. Wij leveren het meest af via veiling Rijn-Maas. Zeg maar, daar gaat bijna 100% gaat daar langs. Wij zijn grote klokveilers, dus ja, ik denk 85% gaat via de klok. En de rest gaat via klokservice en nog een beetje directe handel. Dus, maar de samenwerking met Rijn-Maas loopt als een zonnetje, vind ik. Ik voel me als een vis in het water. Dit is een nieuw product. Dit is de Muscari Manon. Dat is een witte muscari, maar niet met een kleine bloemetje, maar met een grote bloem. Dit gaan we uitproberen dit seizoen. Dus nu hebben we een proef geplant van ongeveer 4 lagen trees. Die gaan we laten bloeien, zodat we die kunnen laten zien aan de klant. Zodat we eens kunnen kijken hoe dat product in de markt ligt. En of dat ze geïnteresseerd zijn om dit product volgend jaar zeg maar uit te breiden. Van kleins af aan loop ik hier al rond in de kas. Dus ik heb het altijd al geweldig gevonden. Papa heeft me alles geleerd. En nu is het zover dat ik samen met hem dit bedrijf aan het voeren ben. Ik hoop in de toekomst nog heel veel mooie bloemen te kunnen maken. En om dit nog jarenlang voor te zetten. Ik vind het een gigantisch mooi product. In de winter, we brengen kleur. Ik hou ervan.